Dag lief luisteraar en welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze podcast. Mijn naam is Lopke Vaassen, ik ben diëtist en in deze podcast ga ik in gesprek met diverse gasten over onderwerpen gerelateerd aan voeding, gezondheid, duurzaamheid, persoonlijke ontwikkeling en plantaardig eten. En in deze aflevering is dat Else de Ridder. En die naam zal je misschien niet meteen iets zeggen, maar Else heeft een bedrijf genaamd de Green Care Academy. En daarmee helpt zij green teams, dat zijn groepen binnen zorgorganisaties die bezig zijn met duurzaamheid, om die duurzame plannen ook daadwerkelijk door te voeren binnen een zorginstelling. Nou, ik denk, als je mij een beetje kent, dat je begrijpt dat wij dus veel gemeen hebben. Ik ben natuurlijk een diëtist die hard bezig is om een plantaardig voedingspatroon de norm te maken binnen de gezondheidszorg. Dus wij sluiten mooi op elkaar aan en in deze podcast gaan we dan ook in gesprek samen over wat nou de rol is van de gezondheidszorg binnen het hele duurzaamheidsvraagstuk. Wat de zorg kan doen om duurzaamheid nog meer te integreren binnen de werkwijze. En ook wat het de zorg oplevert als ze meer in gaan zetten op duurzaamheid. Een heel mooi gesprek geworden, zeker als je zorgverlener bent. Blijf dan even luisteren, maar ook als consument. Want als consument ben je in principe een klant van de zorg en heb je dus ook wel degelijk impact. Heel erg veel luisterplezier en ik hoop dat je weer heel veel van mag leren. Nou, wat leuk om met jou hier te zitten. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Al heel veel natuurlijk online elkaar kennen we een beetje. En voor vandaag ook voor het eerst dat wij elkaar zien. En jij bent het gezicht achter de Green Care Academy, zeg ik goed toch? Ja. Eerst, ik wil natuurlijk straks alles weten over hoe je dat ooit bent begonnen. Maar er moet een moment zijn geweest dat duurzaamheid een rol ging spelen in jouw leven. Anders wordt het niet je levenswerk. Dus ik zou willen vragen om te starten. Hoe is dat thema in jouw leven gaan spelen? En dat je het ook zo belangrijk bent gaan maken. Ik bedoel, het kan gaan spelen en het kan gaan spelen. Ja, nou, ik denk dat ik het wel altijd van huis uit heb meegekregen. Dat het belangrijk is. Vooral mijn moeder, die was er erg mee bezig. Maar ik denk dat het echt is gegroeid in mijn studie biologie. Ik heb bachelor biologie gedaan aan de Universiteit Utrecht. Daar natuurlijk veel geleerd over klimaatverandering. Daar me vooral gespecialiseerd in marinebiologie. Doe ik nu helemaal niks meer mee, behalve dat duiken gewoon nog een grote hobby is. Maar daar, alles wat ik daar leerde over klimaatverandering en vooral de effecten op de oceaan of de wereld om ons heen, ja, dat maakte wel echt een impact. En op een gegeven moment volgde ik een vak dat ging meer over de filosofie van, nou ja, de biologie of breder dan dat. En daar was een onderdeel was daar ook dierethiek. Dus ik was toen 19, toen volgde ik dat vak dus. En daar werden wel echt mijn ogen geopend voor ook de bio-industrie en die hele kant van duurzaamheid. Dus eerst ging het vooral echt over klimaatverandering. En pas later, een tijdje later, kwam dus die link ook met de dierenindustrie daarin naar voren. Dit was op de Universiteit van Utrecht? Ja. Oké, het was een soort vak wat je daar dan volgt. Ja, klopt. Dat was een keuzevak dus over filosofie en ethiek. Waar dus dierethiek door Floris van den Berg, ook van de Vrolijke Veganist, werd gegeven. Ik denk dat jij bij Dennis Vink in de klas hebt gezeten. Want die ik kan me herinneren dat hij dit ook vertelde. Ik ken Dennis niet persoonlijk, wel via Instagram natuurlijk. Ja. We schelen net een jaar. Hij is net een jaar eerder dan ik, volgens mij. Dus we zijn elkaar net misgelopen. Ja. Grappig. Ik hoor dit voor de tweede keer. Denk ik helemaal bekend voor. Ja. Oké, ja, Floris, die ken ik inderdaad wel. Die heeft ook een bijzondere tone of voice. Mm-hmm. Ja. Maar dat was het moment bij jou dat dat thema heel erg ging spelen. Ja, zeker. En ik studeerde toen dus biologie. Ik dacht altijd dat ik marinebioloog wilde worden, duiken, onderzoek doen. Nou, dat heb ik toen een tijdje gedaan tijdens mijn bachelor. En toen dacht ik, nee, dit is gewoon echt een hobby. Dit is niet mijn baan. Toen dacht ik, oké, wat is dan wel mijn baan? Vroeger wilde ik altijd uitvinder worden. Dan het liefst iets in de medische hoek. Mijn vader is traumachirurg, dus dat heb ik ook altijd van huis uit meegekregen. En toen kwam ik de studie Biomedical Engineering op het pad aan de TU Delft. Maar dat was een studie van waar je de bachelor werktuigbouwkunde voor gedaan moest hebben. Dus toen heb ik dat eigenlijk als een pre-master gedaan in één jaar. Dus eigenlijk de bachelor in één jaar. En toen mocht ik die master gaan doen.
En toen kwam echt mijn liefde voor de techniek en voor meer het uitvinderschap en echt voor ja, het maken van medische instrumenten en die hele liefde voor de medische wereld kwam weer naar boven. En toen liet ik eigenlijk die duurzame kant, niet op persoonlijk vlak, maar meer op professioneel vlak, liet ik eigenlijk helemaal liggen. Persoonlijk was ik er al wel mee bezig. Sinds dat college was ik vegetariër geworden. Gewoon... Ja, echt on the spot? Ja, ja echt. Er werd daar een filmpje laten zien van Farm to Fridge, volgens mij. 10 minuten. Nou, volgens mij viel iemand flauw en werden er allemaal heel naar van. En echt daarna ben ik ja, vegetariër geworden. En ook, ik herinner me nog heel goed ook ja, de, zeg maar de cognitieve dissonantie die ik had ook met eieren en melk. Want vanaf dat moment wist ik het eigenlijk ook wel. Inmiddels ben ik vegan, maar ja, dat heeft bij mij toen ook nog echt jaren geduurd. Maar goed, even terug naar de tijdlijn. Biomedical engineering ben ik toen eens gaan studeren aan de TU Delft. En toen met mijn afstuderen zocht ik een project. Ik was heel erg geïnteresseerd meer in de ontwikkelingslanden kant. Om daar medische apparatuur voor te ontwikkelen. Dat is een hele grote stroom binnen de TU Delft. Lukte niet echt om een project daarin te vinden. En toen zei mijn professor opeens van... Hey, het LUMC, de operatiekamer, dus het academisch ziekenhuis in Leiden, de OK daar... die zoekt een student om mee te denken over verduurzaming van de operatiekamer. Ze zijn daar gestart met een green team. Dus artsen, verpleegkundigen van de OK die iets willen doen. Maar ze komen er niet helemaal uit. Wil jij eens met ze meedenken en daarop afstuderen? Dus dat was 2018, dus dat heb ik toen gedaan... Dus ik heb een bepaalde methode ontwikkeld. Daar ben ik cum laude op afgestudeerd. En daarna mijn bedrijf begonnen. Gelijk daarna, hoppa, dat dacht je, dit is het. Ja, nou nee, dat was het eigenlijk niet zo. Ik dacht eerst echt van, ik was helemaal klaar met het onderwerp. Maar dat heb je denk ik altijd wel als je 3/4 jaar hebt afgestudeerd. Het is toch altijd nog wel eventjes doorbijten. Het schrijven van je thesis, dat soort zaken. Dus ik dacht, ik zoek een baan echt weer als uitvinder. De originele reden waarom ik die studie ben gaan doen. Maar dat was best wel lastig in Nederland. Dat soort bedrijven die dat doen, dat zit eigenlijk niet in Nederland. Dat zit allemaal in Amerika of in Duitsland. Dus dat heb ik geprobeerd, maar dat lukte niet om daar binnen te komen. Toen vond ik toch uiteindelijk wel een start-up in Eindhoven. Dus toen ben ik het zeg maar 50-50 gaan doen. Toen ben ik daar gaan werken, helft van mijn week en helft van mijn week mijn bedrijf begonnen. En vertel eens, dat is dan de Green Care Academy. Heette dit ook al gelijk? Ja, nee, het heette eerst anders en die naam gebruik ik nu eigenlijk niet meer. Mint Zorgadvies heette het eerst, omdat ik me eerst echt richtte op het advies geven. Dus iets passiever eigenlijk. Maar de laatste jaren kwam ik erachter dat er vooral heel erg veel behoefte is aan informatiedeling onder zorgprofessionals. Er is heel veel kennis over duurzaamheid. Er is heel erg veel interesse in de zorg om het toe te passen. Er kan enorm veel verbeterd worden. Denk aan afval voorkomen, medicijnen, verspilling voorkomen, vervoersbewegingen verminderen, dat soort zaken. Voeding natuurlijk ook. Maar die twee ja, kwamen eigenlijk maar heel sporadisch bij elkaar. Dus ik dacht, ik begin een platform, Green Care Academy, waar die informatie die ik allemaal, de ervaring die ik heb opgedaan met meer de consultancy advieskant, waar ik dus mee begon, waar ik die informatie of die kennis eigenlijk op kwijt kan, maar ook informatie over het onderwerp kan delen op een laagdrempelige manier. Dus Green Care Academy bestaat nu uit een YouTube-kanaal met colleges die gewoon gratis te bekijken zijn. Een e-learning voor de Groene Intensive Care, in opdracht gemaakt voor hun. Instagram-kanaal waar ik heel veel laagdrempelige feitjes deel over duurzame zorg en LinkedIn natuurlijk ook. Ja, ja, duidelijk. En... Toen je het begon, waren er toen al mensen met je bezig in de zorg dan met dit thema? Of hoe was dat? Wat voor markt kwam je op? Ja, nee, het nu over 2019, zei je? Ja, klopt. 2019 dat ik hiermee begon. Dat is toch niet het moment dat je zegt van nou, duurzaamheid is nog totaal geen thema. Nou, het is eigenlijk al een thema geweest sinds 2015. Toen begon de eerste Green Deal vanuit het ministerie van VWS voor duurzame zorg. In 2018 werd die hernieuwd en dat heeft wel echt een boost gegeven. Dus de meeste initiatieven zijn wel zo vanaf 2018, 2019 gestart. En nu sinds vorig jaar, 2022, november, is er nog weer een nieuwe versie van die Green Deal, de 3.0. En dat geeft ook weer echt een boost. Ja. Dus het speelt al wel echt langer, maar het neemt enorm toe.
Ja, dat zie ik ook in mijn werk. Ik werk dus vooral met green teams. Dus ja. Dat moet je misschien eens even uitleggen. Ja. Green teams, dat is echt vakterm. Wat staat er ja, in? Dus een green team is een groep mensen op één afdeling in een ziekenhuis. Dus bijvoorbeeld een operatiekamer, een intensive care of een spoedeisende hulp. Vaak een groep van zo'n 4 tot 8 mensen die enthousiast zijn over duurzaamheid en ermee aan de slag gaan. Zij richten zich vaak op meer awareness creëren, meer bekendheid creëren rondom het onderwerp richting collega's, maar bijvoorbeeld ook richting patiënten. Maar ook echt het doen van projecten. Dus echt, we weten dat dit product niet duurzaam is, we vervangen door een ander product en dat echt in gang zetten. Dus het is een beetje twee sporen, zowel de awareness als de echte verandering teweeg brengen. En kunnen daar gewoon allerlei mensen uit de zorg zeg maar in zitten? Of zijn dat echt speciale mensen die daarvoor zijn aangesteld? Nee, dus iedereen kan in een green team zitten. Iedereen kan een green team starten. Het is ook niet echt een beschermde term. Dus iedereen kan zeggen dat hij een green team is. Er zitten verder ook geen financiële voordelen aan. Je krijgt niet extra betaald. Je kan het, nou ja, je kan het op je cv zetten. Maar het is geen officiële functie binnen het ziekenhuis. Dat heeft voordelen dat het daardoor heel erg laagdrempelig is. Iedereen kan het gewoon beginnen. Enige voorwaarde is dat je enthousiast bent. Nadeel is natuurlijk, hoe duurzaam is dan eigenlijk een green team? Want veel mensen doen het dus in hun vrije tijd erbij, ernaast. Ja. Naast hun werk als medisch specialist, als verpleegkundige, als zorghulp, als wat dan ook. Ja, ja, ja. Wel mooi aan zo'n team als je inderdaad alle lagen uit de zorg samenbrengt. Iedereen loopt natuurlijk ook tegen andere dingen aan. En dan kan je ook goed naar elkaar luisteren in zo'n team, kan ik me voorstellen, om te zien, maar waar loop jij dan tegenaan? En ja, maar als we dat zo doen, dan loop ik weer hier tegenaan. En ja, dat je echt mooi die koppeling kan maken tussen de verschillende lagen van de zorg. Ja, en daar zie ik ook echt wel de kracht van een green team. Dus ik geef ook echt de voorkeur aan een, ja, wat je dan noemt, multidisciplinair green team. Dus juist al die verschillende lagen vertegenwoordigt, zodat je al vanaf de basis daarin kan samenwerken en met elkaar over kan sparren. Want stel je hebt een green team met alleen maar verpleegkundigen, dan is jouw scope natuurlijk heel erg beperkt tot de verpleegkundige view. Ja. En dan kan je daarbinnen heel veel bereiken, maar daarbuiten wordt het lastiger. Dus ik raad altijd aan om dat multidisciplinair te doen. Ja. Ja. Maar ik heb dat dus enorm zien toenemen de afgelopen tijd. Dus toen ik begon met mijn onderzoek, was met het eerste green team van Nederland. Dus toen was er 1 in 2018. En inmiddels, ja, we weten het niet helemaal zeker, maar zijn het er waarschijnlijk 300 of zoiets in heel de zorg. Nou, en dat is waarom je dus altijd met 1 moet beginnen. Ja, zeker. Dan zie je hoe dat gaat als een virusje. Ja. Nou, we waren bij wat jij dan precies deed, hè? Want je begon over die green teams. Dan nog eens even verder over die Green Care Academy. Wat doe jij? Wat is jouw rol? Wat doe ik elke dag? Om die green teams dan in actie te krijgen of te helpen of te ondersteunen? Ik geef heel veel green team workshops. Vooral aan beginnende green teams die uit dat enthousiasme zijn begonnen, maar toch wat meer structuur nodig hebben. Over de jaren heen ben ik best wel goed aan het doorkrijgen welke projecten zijn nou geschikt om mee te beginnen als green team en welke zijn belangrijk, maar kan je beter niet mee beginnen. Dus daar heb ik een methode voor ontwikkeld en die leer ik green teams aan. Dus door die methode te volgen krijg je net even iets meer houvast van: wat kunnen we nou beter wel doen en wat kunnen we beter nog niet doen? En hoe pakken we het nou een beetje, ja, toch net iets meer projectmatig aan, zodat de resultaten gewoon meer, de resultaten succesvoller zijn. En je daardoor weer meer energie krijgt en enthousiasme om weer het volgende project aan te pakken. Ja, ja. Laten we dan eens even inzoomen op die zorg. Je zei net al even heel snel, transport en medicijnen. Wat zijn een beetje de hoofdthema's waarin de zorg echt moet verduurzamen? Want we vertellen er nu ook nog heel erg over van leuk, green teams, maar het is ook gewoon natuurlijk een ontzettende noodzaak. Ja, zeker. Nee, het is een enorme noodzaak. En misschien nog goed om ook even te zeggen is dat de footprint van de zorg. We weten dat ongeveer 7% van de hele footprint van Nederland komt uit de zorg. We weten dat de footprint van de luchtvaart in Nederland is ongeveer 4,5%. Dus dat is minder dan die 7% van de zorg. Ja. Dus je leest al bijna wekelijks iets in het nieuws over Schiphol moet krimpen, we moeten minder gaan vliegen, wordt enorm natuurlijk ook naar consumenten gekeken, gedrag moet worden veranderd. Maar de footprint van de zorg is dus groter en kan ook een hele hoop worden verbeterd, verduurzaamd. Ja, wat is dat denk je dat we daar minder over horen? Ik denk dat de zorg wordt toch meer gezien als iets noodzakelijks.
van we hebben dat nodig. Is het ook natuurlijk? Is het ook, ja. Zeker. Maar dat betekent niet dat we het zo optimaal en zo duurzaam mogelijk kunnen doen. We horen natuurlijk ook allemaal over de arbeidskrapte, het personeelstekort in de zorg. En ook de financiële tekorten in de zorg. En ik ben van mening dat duurzaamheid daar juist heel erg goed bij kan helpen. Juist dat in de hand kan werken om dat te verbeteren. De financiële situatie, maar ook de meer werknemers aantrekken. Ja. Dus zo kan je het ook echt zien als kans, als ziekenhuis. En dat wordt wel steeds meer gerealiseerd, gelukkig. Ja. Maar jij wilt het hebben over die thema's, hè? De thema's, ja. Om te beginnen... waar te beginnen? Ik denk qua populariteit. Dus populariteit en impact zijn niet hetzelfde. Of de volgorde is niet hetzelfde, zeg maar. Het meest populaire thema om voor die green teams om aan te pakken is afval. Maar als je kijkt naar de footprint van afval van de zorg, dan heeft dat niet de grootste bijdrage. Dat is energie. Vervoersbewegingen hebben de grootste bijdrage aan de footprint van de zorg. Hetzelfde bij voedsel, hè? Dan mensen vinden het heerlijk om te praten over plastic verpakkingen en lokaal, maar dat is maar in minder dan 1% of samen dan minder dan 2% van de impact. Het is niet dat het verkeerd is, maar het is niet waar de impact zit. Precies, dus dat probeer ik green teams ook altijd duidelijk te maken. Het is helemaal oké dat je met afval aan de slag gaat. Het is natuurlijk heel zichtbaar, dus dat is heel fijn. Dat je een verandering teweeg brengt. Bijvoorbeeld het veranderen van een wegwerpproduct naar een herbruikbaar product. Het scheiden van afval is natuurlijk heel zichtbaar, dus dat is super fijn. Maar qua footprint kan je beter met het OV komen, met de fiets komen. Je energievoorziening verduurzamen, dat soort zaken. En dat lijkt me ook, maar ik weet er helemaal niet zoveel van, dus ik ben benieuwd wat jij dat zegt. Ik kan me ook zeker bij de zorg voorstellen dat afval heel lastig is, want je hebt met hygiëne en dergelijke te maken. Je kan denk ik van heel veel dingen gewoon niet zeggen van, dat gebruiken we nog een keer. Of is dat niet zo? Wel waarschijnlijk van meer dan we nu denken, maar sommige dingen gaat dat gewoon niet voor. Klopt, en dat is wel een heel interessant punt. Je hebt in elk ziekenhuis ook een deskundige infectiepreventie. Of iemand die zich bezighoudt met hygiëne. En dat is dus ook heel belangrijk als green team om diegene te betrekken bij jouw projecten. Want die kan jou precies vertellen wat de richtlijnen zijn, wat er mag. En het is zeker niet zo, en dat wordt heel vaak gedacht, maar er wordt vaak dus gedacht dat de infectiepreventiedeskundigen of de hygiëne mensen, dat die tegen herbruikbare producten zijn. Maar dat is niet zo. Ze zijn er niet tegen. Het moet gewoon voldoen aan de richtlijnen. Ja, logisch. En of een herbruikbaar product of een wegwerpproduct nou voldoet aan de richtlijnen. Dus beide oké. Maar er zijn natuurlijk meer afwegingen alleen dan duurzaamheid. Want herbruikbaar is duurzamer ook als je het wassen en het steriliseren meeneemt. Maar er zijn natuurlijk meer overwegingen om te maken. Kosten, aanschafkosten van een herbruikbaar product zijn veel hoger. Wegwerpproducten die je steeds opnieuw moet kopen omdat je ze steeds weggooit, geven natuurlijk hele constante kosten. Dus het is een beetje schijngoedkoop. Uiteindelijk is het gewoon duurder. Maar bijvoorbeeld ook de opslag. Waar maak je het schoon? Hoe weet je nou welk instrument schoon is, welke vies is? Dat zijn natuurlijk allemaal overwegingen die ook moeten worden meegenomen. Ja. En dat maakt het best een interessant, maar ook ingewikkeld verhaal. Ja, ja. Oké, ik hoorde je transport zeggen. En jij had het gelijk over dan hoe de zorg medewerkers naar hun werk gaan. Ik moet zelf ook denken, mijn moeder werkt in de zorg en die vertelt dan wel eens die verhalen over, dit is vast een beetje gechargeerd, maar ik vind het toch altijd wel een beetje treurig, dat er dan een of andere prijs is gewonnen en die moet dan helemaal opgehaald worden in Amerika. Dan denk je, is dat nou nodig, mensen? Zijn er nog meer dingen? Gaat transport echt alleen over de medewerkers, hoe ze naar hun werk komen? Of zit er nog iets in verborgen waar we niet over nadenken? Nou, je kan het op verschillende manieren zien natuurlijk. Je hebt het transport van de medewerkers, gewoon hun woon-werkverkeer. Natuurlijk ook hun congresverkeer, dus meer zeg maar het zakelijke verkeer. Maar als je echt kijkt naar de footprint daarvan, ook al heeft vliegen natuurlijk een hele hoge impact, je doet dat niet elke dag zoals je wel elke dag naar je werk gaat. Dus in verhouding is dat eigenlijk heel laag. Ook kan het natuurlijk altijd minder zijn, hè? Daar ben ik natuurlijk helemaal voor. Ja. Maar ook het patiëntenverkeer. Hoe komt een patiënt naar het ziekenhuis? Naar welk ziekenhuis komt een patiënt? Is dat een ziekenhuis dichtbij of juist ver weg? Maar niet alleen het ziekenhuis, natuurlijk ook een huisarts bijvoorbeeld of een fysiotherapeut. Hoe gaat een patiënt daarheen? Maar ook hoe kunnen we de zorg zo plannen dat een patiënt bijvoorbeeld 3 afspraken op 1 dag heeft. Oh, en dus ja. maar 1 keer hoeft te komen. In plaats van dat je 3 keer heen en weer moet. Het is natuurlijk ook veel patiëntvriendelijker.
Dus daar is ook alweer een mooi bruggetje met bijvoorbeeld kwaliteit van zorg en je patiënt voorop zetten. Dit is een duurzame keuze en ook een keuze die daaraan bijdraagt. Ja. Dus zo zie je ook weer dat duurzaamheid niet iets is wat op zichzelf staat, maar juist wat ook heel erg mooi samengaat met juist patiënten, goede patiëntenzorg leveren bijvoorbeeld. Ja, ja. Oké. En volgens mij lees ik ook vaak over de energieverbruik van de gebouwen. Dat is ook een los thema, denk ik, toch? Ja, en dat is echt de allergrootste bijdrage aan de footprint. Dus oh ja? Dit is, ja, een ziekenhuis is heel energie-intensief. Dus als je kijkt naar de energie die voor 1 vierkante meter van een ziekenhuis wordt gebruikt, is dat veel hoger dan wanneer dat dan voor bijvoorbeeld een huis of een kantoor. Een ziekenhuis moet natuurlijk voldoen op bepaalde plekken aan hele strenge hygiëne-eisen. Er moet een bepaalde luchtverversing zijn. Er moet een bepaalde constante temperatuur zijn. Een bepaalde luchtvochtigheid. Nou, allemaal dat soort zaken. Dus vooral de ruimtes zoals een operatiekamer, maar ook een intensive care. Daar zijn gewoon hele strenge protocollen voor de luchtverversing, bijvoorbeeld van zo'n ruimte. En dat vergt gewoon superveel energie. Die lucht moet allemaal worden gefilterd, moet allemaal worden bevochtigd of ontvochtigd. Ligt er maar even net aan. Verwarmd, gekoeld, moet gewoon super constant zijn. En dat kost heel veel energie. Oké, missen we nu nog een hoofdthema? Ja, voeding natuurlijk. Ja, en nog eentje, en nog een hele belangrijke voor de zorg is natuurlijk medicijnen. Oh ja, ja. Medicijnen hebben een hele grote impact ook. Sommige studies laten zien dat het de grootste impact heeft van alles wat een ziekenhuis inkoopt. Of als je kijkt naar de totale footprint, dat het echt een aanzienlijk deel heeft. En dat zit hem dan vooral in het voorschrijven van de medicatie, maar ook de verspilling die daarbij plaatsvindt. Het is soms natuurlijk best lastig in te schatten hoe lang gaat een patiënt deze medicatie gebruiken. Slaat het aan? Zijn er geen bijwerkingen? Voor hoe lang moeten we het meegeven? Is de patiënt therapie trouw? Weggooien. Wat is het effect op het waterleven? Is natuurlijk ook veel in het nieuws geweest dat vissen ook allerlei hormonale veranderingen doormaken door de medicijnen die wij in het water terecht laten komen. Dus ja, als consument of als patiënt kan je daar ook heel erg veel aan doen. Ervoor zorgen dat je medicijnen op de juiste manier weggooit. Dat kan je online vinden hoe dat moet. In ieder geval niet door de wc of door het riool. Nooit. Dat is nooit het antwoord. Nee. Maar bijvoorbeeld inleveren weer bij je apotheek of teruggeven aan het ziekenhuis. Maar helaas, je zou dan verwachten, dan wordt het hergebruikt. Maar dat wordt het dus niet. Het wordt dan alsnog vernietigd. Want nu is het zo met de wet en regelgeving dat als een medicijn eenmaal op naam is uitgegeven aan iemand, mag je het niet hergebruiken, ook al is het dicht geweest. Ja. Omdat je dus niet weet wat de bewaarcondities zijn geweest bij iemand thuis. Ja. Dus dat is ook iets waar je als patiënt invloed op kan uitoefenen. Als jij nou medicijnen krijgt, vraag dan ook of je ze bijvoorbeeld voor de kortst mogelijke duur kan krijgen in de kleinst mogelijke verpakking, zodat er hopelijk zo min mogelijk afval ontstaat. Want nu hebben we het weer over afval. En wat ik ook wel interessant vind, je hebt het nu over bij duurzaamheid heb je een stukje emissie en je hebt een stukje vervuiling of biodiversiteit, zei je net. Maar hebben die medicatie dan ook echt een enorme impact qua emissieuitstoot? Ja, en dat zit dus vooral bij het maken van de medicijnen. Dus waar dat hem precies in zit, weet ik niet. Maar er zijn onderzoeken naar gedaan van waar zit nou die uitstoot van medicijnen. En dat zit dus vooral bij de fabrikant van die medicijnen. Dus die hebben natuurlijk allerlei processen om die medicijnen echt te maken. Wat natuurlijk synthetische stoffen zijn. Maar ook het transport wat daarbij komt kijken. Gewoon om zo'n hele fabriek te laten draaien. Daar zit dus een hele grote impact van die medicijnen. Ja. Moet ik dat een beetje vergelijken, net zoals dat voedsel een enorme impact heeft om te produceren? Ik probeer me te bedenken, waar komt die impact dan vandaan? Is het de stoffen die... Wat ik maakt denk dat het vooral gewoon een fabrieksproces is eigenlijk. Goed, je moet gewoon een heel fabriek laten draaien om die producten te maken. Je moet, een medicijn is natuurlijk een synthetische stof. Dus je moet, bijna allemaal denk ik. Je moet die stoffen natuurlijk ergens vandaan halen, dat ook echt fabrieksmatig in elkaar zetten, totdat het een medicijn is. Natuurlijk verpakken, transporteren, dat soort aspecten. Ja. Maar ik weet hier ook de details niet van, maar er zijn verschillende onderzoeken daar ook over. Gaan we daar eens dieper op in, inderdaad. Ja. En ook extra motivatie waarom gezond leven dus zo belangrijk is, want dan heb je natuurlijk minder medicijnen verbruikt. Ja, maar dat is dus eigenlijk... dat is wat ik noem de gezondheidsparadox. We hebben steeds meer zorg nodig, omdat we de wereld steeds meer vervuilen.
En daardoor hebben we weer meer zorg nodig. Dus we zitten eigenlijk in een negatieve spiraal gevangen met elkaar van steeds meer behoefte aan gezondheidszorg. Ja. Maar daardoor dus weer steeds meer uitstoot. En daardoor worden mensen dus weer ziek. We krijgen meer hitteberoertes, langer pollenseizoen, meer astma. Maar ook ziektes die deze kant ziektes op komen. Die deze kant op komen, bijvoorbeeld malaria en andere ziektes die steeds verder deze kant op trekken. Dus zo creëert de zorg eigenlijk, paradoxaal genoeg, haar eigen patiënten. Ja, en dat moeten we gewoon omdraaien. Van negatieve spiraal naar positieve spiraal. Ja, ja. En we zeiden al voeding. Daar wil ik zo even wat dieper met je op in. Missen we dan nog een thema? Of zijn dit wel de hoofdthema's die waarop de zorg impact maakt op de planeet? Negatieve impact. Even kijken. Dus we hebben het gehad over gebouwen, energie. Energie, vervoer. Voeding, medicijnen. Ik heb altijd een bepaalde volgorde in mijn hoofd. Dus die moet ik even afgaan. Energie, vervoer, medicijnen. Afval en voeding. Ja, dus dat zijn ze allemaal. Ah, nou ja. Kijk, dan zijn we er. Dan ben ik eerst nog wel benieuwd. Misschien hebben we dat een beetje aangestipt. Maar kan jij eens wat dingen benoemen waarvan mensen misschien verbaasd zullen zijn dat het zo'n enorme impact heeft op de planeet? Want nou, wat net over die wegwerpartikelen, dat is inderdaad echt, bij voeding zie je dat ook, wat voor mensen het meest logisch voelt. Terwijl het eigenlijk, als je kijkt naar de totale keten, wel meevalt. Het is niet zaligmakend, maar het is niet, als je de grote klappers wil maken, waar je op moet focussen. In een andere podcast leerde ik laatst dat bijvoorbeeld narcosemiddelen echt een enorme impact hebben op de emissieuitstoot. Nooit bij stilgestaan persoonlijk. Dus ik vroeg me af, heb jij misschien nog voorbeelden daarvan? Gewoon een stukje bewustwording van dat mensen doorhebben van wat iets vraagt van de planeet. Want het voelt allemaal zo logisch inderdaad om het maar te krijgen. Ik weet niet of je daar nog aanvullingen op hebt. Nou, ik moest ook denken aan inderdaad de narcose gassen of dampen. Ja. Wil je dat ik dan nog wat verder uitleg? Ja, graag. Ja? Jij weet het beter, ja. Ja, dus dat is echt een onderwerp wat, nou, ik denk wel bijna op elke operatiekamer in Nederland nu wordt aangepakt. Je hebt binnen de anesthesie, dus als je wordt geopereerd, dan moet je in slaap worden gebracht, gelukkig maar. Maar heb je verschillende manieren om dat te doen. Dus of door een damp in te ademen, of door een infuus te krijgen. En dan krijg je een middel ingespoten. Van allebei slaap je. Er zijn wel medische redenen om de een of de andere te geven. Maar even generaliserend, kan je het een of het ander geven. Ik ben geen anesthesioloog, maar zo zit het ongeveer in elkaar. Maar dus medisch gezien is er niet echt een voorkeur, uitzonderingen daar gelaten, om te kiezen voor het een of het ander. Maar qua footprint zijn de verschillen echt gigantisch. Dus je hebt drie middelen die, die dampvormig zijn, dus die je zo inademt. Desfluraan, isofluraan en sevofluraan. En vooral dat eerste middel, desfluraan, heeft een broeikasgas equivalent. Dus als je dat omrekent naar CO2, wat even uit mijn hoofd een kleine 4000 keer zo sterk is als CO2. Jeetje. En het erge is ook dat het is een middel wat niet in de natuur voorkomt. Dit is iets gemaakt voor de anesthesie. En er worden zelfs sporen hiervan teruggevonden op de Noord- en de Zuidpool. Wow. Dus dat blijft ook in de atmosfeer zitten. En heeft dus daar een heel sterk broeikaseffect. Dus waar CO2 een broeikaseffect heeft van 1, heeft dit dus een broeikaseffect van rond de 4000. Die andere twee gassen die hebben iets lager, maar nog steeds wel enorm hoog. En dat intraveneuze middel, dus wat je ingespoten krijgt, dat heet propofol. En dat heeft een effect van nagenoeg nul. Dat wordt ingespoten, dus dat heeft helemaal geen broeikaseffect. Want het komt niet in de atmosfeer terecht. Je moet het alleen niet in het riool of in het water krijgen, want dat is heel erg toxisch. Dus je moet het op de goede manier weggooien. Je moet niet het flesje leeggieten. Maar goed, dat is redelijk makkelijk om dat te bereiken, want dat doen we sowieso al met niet veel dingen in de zorg. Dus dat is wel echt een iets wat je eigenlijk heel makkelijk kan aanpassen. Je hebt een nieuwe werkwijze nodig, een nieuw protocol, dat je dus meer gebruik maakt van dat intraveneuze middel, propofol. Want wat is nu het populairste dan? Is dat gas niet de populairste? Ik denk het wel. Ja, ik denk dat isofluraan en sevofluraan zijn nog steeds het populairst. Desfluraan, dus dat is het allerergste middel, zeg maar, wordt sowieso al niet zoveel gebruikt in Nederland. Maar die andere twee middelen zijn eigenlijk meer de standaardvorm van anesthesie. Dus je hebt nu ziekenhuizen die nagenoeg 100% zijn overgestapt op propofol. En daarmee dus hun
footprint van die anesthesie echt enorm verlagen. Ja, ja. En zit er een nadeel aan of is het gewoon puur inderdaad een schakel in het systeem? Ja, mensen verzinnen natuurlijk allerlei nadelen. Want niemand wil natuurlijk veranderen. Het is toch altijd een beetje spannend, een beetje eng. Je bent zo opgeleid om die gassen te gebruiken. Eens moet je het op een andere manier gaan doen. Maar gelukkig zijn er opvallend veel anesthesiologen in Nederland bezig met dit onderwerp. En die delen gewoon heel transparant, ook via hun beroepsvereniging, hun ervaringen. En hoe je die overgang zo makkelijk mogelijk kan maken in je ziekenhuis. Ja. En dat het helemaal niet zo spannend is. Heeft het nog te maken met nieuwe apparatuur of zo die daarvoor moet worden aangeschaft? Ik heb geen idee hoe dat werkt. Volgens mij niet, want volgens mij... het is voor verschillende apparatuur, maar volgens mij wordt sowieso altijd al allebei gebruikt. Dus het is nu gewoon meer van het een dan van het ander. Ja, ja. Dus dat is het de impact niet. Nee. Oké. Okay. Voeding. Natuurlijk mijn piece of cake, nu ga ik aan. waar ik benieuwd naar ben bij jou. Ik heb het idee, maar dat kan volledig mijn bias en mijn bubbel zijn, dat op het veranderen van het voedingsaanbod veel meer weerstand zit in de zorg dan wanneer je begint over het veranderen van wegwerpartikelen of zonnepanelen aanleggen. Of laat ik eerst vragen of mijn vermoeden of jij dat ook zo ziet. Ja, ik herken dat wel. En ik denk toch, en dan maakt het denk ik niet zo uit of je nou in de zorg zit of in een andere branche. Voeding is gewoon zo persoonlijk. En mensen voelen zich heel snel heel persoonlijk aangesproken. Als jij zegt, de impact van vlees is zoveel keer groter dan de impact van bruine bonen of zoiets. We noemen dat wel eens een heilig huisje. Dus dat is iets waar je... waar je gewoon heel lastig verandering in kan aanbrengen, omdat het voor mensen zo persoonlijk is. Of je natuurlijk een schaar gebruikt die je weggooit of steriliseert. Ja, daar heeft niemand enige emotie bij. Of nou ja, heel weinig emotie. Maar eten is natuurlijk zo gebonden aan emotie. Dat is natuurlijk niet alleen in de zorg. Nee, dat is zeker waar. Dat is ook gelijk het antwoord. Hè? Het is gewoon niet wat zo door het dagelijks leven gaat. Ja, het zit in onze cultuur natuurlijk. Kom er niet aan. Ja. Op welke weerstand stuit jij? Nou, ik denk dat je dat het ervan afhangt waar je naar kijkt. Dus als we het hebben over voeding in de zorg, dan maken we een onderscheid tussen voeding voor medewerkers. Dus een bedrijfsrestaurant, catering tijdens evenementen. Sommige afdelingen krijgen elke dag bijvoorbeeld soep. Dat is echt iets van de zorg. Die krijgen dan soep. Het aanbod in het ziekenhuis voor bezoekers of patiënten. Of nou ja, gewoon horeca in het ziekenhuis voor iedereen toegankelijk. En de patiëntenvoeding. En bij elke hoor je weer net een ander bezwaar. Nou, om het dan even over de patiëntenvoeding te hebben. Daar gaat het heel vaak over ondervoeding. Wij willen ervoor zorgen dat onze patiënten niet ondervoed zijn. Dat is onze grootste uitdaging. Mensen vinden dat moeilijk te rijmen met plantaardige voeding of meer plantaardige voeding. Ja, ja, daar hebben we het inderdaad in eerste plaats over. Hè? Dat het niet eens 100% gelijk, maar inderdaad meer plantaardig. Ja. Het is vanuit, we hadden het net erover, de Green Deal duurzame zorg. Daar staan nu ook echt concrete ambities toch in over voeding. Ik weet alleen niet zeker of het ook over de patiëntenvoeding gaat, of dat het alleen gaat over het aanbod in de horeca, noem ik het maar even, van het ziekenhuis. Volgens mij uiteindelijk ook over de patiëntenvoeding. Toch ja. Wel. Dus ze moeten er letterlijk aan. Of ja, is het niet bindend? Ja. Het is sowieso niet bindend. Nee, ik dacht al. Ik was er al bang voor. Het is heel fijn dat die Green Deal er is. Het geeft hele goede richtlijnen. Ja. Maar het is niet bindend. Als ik het even zo uit mijn hoofd zeg, dan gelden de opgestelde doelstellingen voor zowel de patiëntenvoeding als voor de medewerkers. Dus de doelstelling is om van een verhouding van 60% dierlijke eiwitten en 40% plantaardige eiwitten langzamerhand om te gaan naar eerst 50-50 en dan 60% plantaardig en 40% dierlijk. Ja, maar dat is geloof ik al 2030. Dat is best ja, wel klopt. Snel, hoor. Het tussenmoment is 2026. Ja. 50-50 en dan inderdaad 60-40 omgedraaid in 2030. Nou moet ik wel zeggen dat die, voor zover ik weet, die 40-60, wat het dus nu is, dat ook een ruwe inschatting is.
Ja. Er is, naar mijn weten, hebben ze niet met een weegschaal in elke keuken van elk ziekenhuis gestaan. Dit is meer een inschatting uit onderzoek. Ik dus denk het verschilt ook erg per ziekenhuis, denk ik. Ja, ik denk dat het op basis van wat gewoon de gemiddelde Nederlander doet. Want dat is namelijk ook de verhouding die de gemiddelde Nederlander heeft. Dan zal dat heeft. Wel zo zijn, ja. Misschien zit er een heel onderzoek achter, hoor. Ken ik dat niet, maar niet dat ik weet. Duidelijk, duidelijk. Oké, dus dat is een stukje patiënt, hè, ondervoeding. Nou, daar heb ik genoeg andere afleveringen over. Dus laten we daar vandaag maar even niet op ingaan. Ondervoeding bij de patiënt. En dan had je het stukje de horeca in de zorg. Dan moet ik het even. Ja. Waar zit daar dan de weerstand? Ja. Nou, bij die horeca verschilt ook heel erg per ziekenhuis. Maar vaak wordt dat... dus het ligt er een beetje aan. Heb je een eigen keuken of wordt het meer uitgebaat? Dus sommige ziekenhuizen hebben bijvoorbeeld gewoon een AH2Go of een Starbucks in hun ziekenhuis. Ja. En daar is het best wel lastig om... natuurlijk te zeggen van, nou ja, we willen dat jullie bijvoorbeeld een overwegend plantaardig aanbod hebben. Want dan is zo'n AH2Go gewoon leeg. Ja. Praktisch leeg. en dat kan natuurlijk ook niet, want dat is ook een inkomstenstroom voor een ziekenhuis. Zij verhuren gewoon die grond. Ja, dan vertrekt AH gewoon. Je zit altijd met contracten natuurlijk. Staat misschien ook wel hier iets over in. Maar ik weet wel dat verschillende ziekenhuizen zijn met dat soort uitbaters daar ook over in gesprek. En daar is ook wel beweging gaande hoor. Die gaan echt. Het is echt niet alleen maar hakken in het zand. Er is echt wel. Er wordt echt wel meebewogen. Want de wereld om ons heen verandert natuurlijk ook. Je kan er niet meer omheen. Ja. Dus ook met dit soort locaties. En sowieso is natuurlijk even los van plantaardig eten. Is er gewoon ook steeds meer een roep van. Ja, moet je het willen dat mensen zo'n patatje kunnen halen in het ziekenhuis? Ja. Vinden mensen ook heel lastig als je dat uitspreekt. Maar dat vroeger kon je de sigaretten kopen. Dat is nu ook niet meer de bedoeling. Daar wordt nu toch veel meer over gesproken. Dat er gewoon een stukje moraliteit. Moet je dat als ziekenhuis wel willen? Ja, klopt. Aan de ene kant heb je natuurlijk een voorbeeldfunctie als ziekenhuis. Maar aan de andere kant ga je ook iemands voedingspatroon niet veranderen door hem één keer wel of niet een kroket aan te bieden. Want het voedingspatroon zit hem natuurlijk vooral in de tijd daarna dat je uit het ziekenhuis bent. Weet je, de meeste mensen liggen gewoon kort een dag of een aantal dagen in een ziekenhuis. Ja. Dus op een mensenleven gezien wat je dan eet, maakt natuurlijk niet heel veel uit. Maar je wil natuurlijk wel het goede voorbeeld geven. Vaak wordt er ook gezegd van ja, die mensen zijn er zo kort, ze hebben het al zo moeilijk, laat ze dan maar genieten van een kroket of een frietje of een kaassoufflé. Dus ja, er zijn een beetje twee denk kampen in. Denk jij dat de echte reden is? Ik heb het idee als ik dat soort dingen hoor, dat meer wordt opgeworpen als argument om niet te veranderen, dan dat ze dat echt vinden. Dat durf ik niet te zeggen. Ik denk een combinatie van beide. Combinatie, ja. Het zal misschien ook een beetje per persoon verschillen. Ik heb het idee, zeg je het net zelf. En dan ga ik toch nog even op die ondervoede patiënt in. Mm-hmm. Ik heb het hier veel met Patrick Dekkers ook over gehad. Waar ik iedere podcast mee heb opgenomen. Jou ook bekend. De meeste mensen in een ziekenhuis liggen er maar kort. Dus inderdaad, als het dan gaat om ondervoeding, raakt hij niet ondervoed van die 2-3 dagen in het ziekenhuis. Dan was hij het al als hij ondervoed raakt. Dus voor mij voelt dat niet zo'n argument om te zeggen van hey, deze mensen kunnen niet meer plantaardig eten. Los van het feit dat helemaal geen dieet voor ondervoeding is. Maar dat onderwerp parkeren we dan even voor nu. Maar dat vind ik altijd zo bijzonder. Die kronkels in mensen hun hoofd. Dat ik denk, maar dit verhaal is totaal niet meer logisch. Want inderdaad, als je inderdaad een patiënt hebt die daar maanden ligt, bij wijze van spreken, is een heel ander verhaal dan... Ja. Als je er 2-3 dagen ligt, dan raak je niet ondervoed. Klopt, en dat vind ik ook altijd wel lastig, dat vaak in dit soort gesprekken alle patiënten over één kam worden geschoren. Dus inderdaad, als je een oncologische patiënt hebt die misschien wel maanden in jouw ziekenhuis ligt, vanwege wat voor reden dan ook. Dan kan ik me voorstellen dan kan dat je ik zegt, me voorstellen, neem maar die kroket maar. Ja, want dan gaat het gewoon om overleven of om aansterken. Maar dat is natuurlijk een hele andere patiënt dan iemand die... Een dagje op de SCH zit en daar dan eten moet krijgen, of gewoon een dagopname heeft en één maaltijd moet krijgen. Inderdaad, wat je zegt, wat ik ook al eerder zei, je gezondheid hangt niet af van die ene maaltijd. Dus probeer dan vooral die voorbeeldfunctie te geven. Ja. En mensen te laten zien hoe ze thuis daarna, voor de rest van hun leven, het op een goede manier kunnen doorzetten. Precies. Maar ik wil er ook wel bij zeggen dat door heel veel ziekenhuizen wordt hier ook wel echt naar gekeken, hoor. Het klinkt nu alsof
je alleen maar een kroket of een patatje kan krijgen in het ziekenhuis. Nee. Maar dat is natuurlijk echt niet zo. Nee, maar het gaat hier echt om de discussie. Mm-hmm. Inderdaad, heeft het ziekenhuis een soort voorbeeldfunctie? En dat zou je ook voor duurzaamheid breed kunnen trekken. Want ik snap ook wel die 7,5% op wereldschaal misschien niet. 7,5% was het toch de impact? 7, ja. De 7, sorry. De impact niet gaat maken. Maar juist, precies wat je zegt, als zorg ga je over de gezondheid van mensen. Ja. Ga je dan zeggen van ja, wat maakt het uit? Of zeg je nee, wij pakken die voortrekkersrol hier en wij verduurzamen onze gebouwen omdat wij vinden dat we daar als zorg en verantwoordelijkheid hebben. Ja, zeker. En ik ben daarom ook heel blij dat duurzaamheid ook steeds meer integraal wordt gezien met bijvoorbeeld preventie en bijvoorbeeld leefstijl. Eigenlijk als we het over die drie dingen hebben, hebben we het richting de patiënt over precies hetzelfde. Ja. Want wat duurzaam is voor zeg maar de planeet, draagt vaak ook weer bij aan preventie. Of ik zou het heel moeilijk vinden om een voorbeeld te vinden waar die elkaar juist tegenwerken. En dragen ook weer bij aan een goede leefstijl. Dus het is heel fijn dat heel veel ziekenhuizen nu echt die realisatie krijgen dat al die wat toch een beetje losse pijlers waren, dat die juist geïntegreerd worden. En dat je daardoor ja inderdaad het goede voorbeeld kan geven aan mensen op al die facetten. Ja, precies. Nou, het begint te leven. We werken er hard aan. En had je het nog over de personeelsvoedingsaanbod. Denk dat daar, kan ik me voorstellen, op dit moment nog het meeste gebeurt. Je ziet tegenwoordig natuurlijk steeds meer initiatieven van carnivoren geven door. Leeft dat ook een beetje in de zorg? Zeker. En wat ik ook altijd doe met Green Teams is brainstormen van wat zijn nou veranderingen die jij teweeg kan brengen in jouw cirkel van invloed. Dus als jij een chirurg bent, dan heb jij of een verpleegkundige, dan heb jij weinig te zeggen over wat de patiënt die middag te eten krijgt. Dat is niet jouw vakgebied, dat is het vakgebied van de diëtist. Dus het is heel moeilijk om daar dan om daar effect op uit te oefenen. Maar waar je wel natuurlijk invloed op hebt, is wat je zelf eet, natuurlijk. Maar ook als jij zelf iets organiseert, een nascholing, een congres, een lunch voor de afdeling, een borrel, een barbecue, wat dan ook. Wat je dan daar voor catering aanvraagt. Ja. En dat is wel binnen jouw cirkel van invloed. Als jij daar verantwoordelijk voor bent op de afdeling natuurlijk, of een collega van jou. Dus daar zie je best wel veel, daar zie je denk ik de meeste initiatieven op dit moment. Dus inderdaad, de carnivore geven door is een hele goeie. De soep. Ja, heel veel mensen in de zorg eten de soep. Krijgen soep. Soep is het ding. Soep is het ding. Soep zonder vlees. Want dat vlees is niemand toch ook over te spreken. Want het is altijd maar iets van van wat lagere kwaliteit. Dus vegetarische soep. Nou, dat soort dingen. Dat zijn natuurlijk stapjes die op het totaal natuurlijk kleine bijdrage leveren. Maar toch wel zorgen voor zichtbaarheid, bewustwording, een gesprekstarter zijn. Daar zie je best wel veel gebeuren, ja. Ja, mooi, mooi. Hey, en welke weerstand hoor jij nog meer als het gaat om vergroening van de zorg? Er wordt vaak toch ook wel gedacht dat het duur is. Dat het veel geld kost om iets te verduurzamen. Maar dat hoeft het echt helemaal niet te zijn. Het ligt er heel erg aan wat je wil doen. Natuurlijk, als je een heel pand wil verduurzamen, ja, dat is hartstikke duur. Maar als je collega's wil stimuleren om vaker de fiets te pakken of een vegetarische bitterbal bestelt voor een borrel in plaats van een vleesbitterbal, dat hoeft natuurlijk helemaal niet meer te kosten. Nee. Dus geld wordt vaak gezien als groot struikelblok. Maar ik probeer mensen ervan bewust te maken dat je juist heel erg veel geld kan besparen. Maar dat zeggen, dat zijn investeringen natuurlijk. Ja, maar ook de meest duurzame zorg is de zorg die niet geleverd is. De meest duurzame zorg is de zorg die de minste spullen gebruikt, de minste medicijnen, minste medicijnverspilling veroorzaakt, de minste vervoersbewegingen heeft. Nou ja, dat zijn allemaal manieren om kosten juist weer te reduceren. Want hoe minder energie je gebruikt, hoe minder afval je creëert. Ja, dat is ook gewoon minder uitgaves. Ja. Maar vaak zit het in de ziekenhuizen. Ja, alles komt uit een verschillend potje. En dat komt dan weer niet terug bij een afdeling. Dus zo'n besparing. Ja, dan doe je zo'n besparing. Maar je ziet er eigenlijk niks van. En dat is jammer. Daar zijn nog geen goede manieren voor om dat terug te laten vloeien naar een afdeling bijvoorbeeld. Ja, en merk je ook nog weerstand bij patiënten zelf? Of hoor je die vanuit die teams?
Ik denk dat we nog niet op een punt zijn dat we de patiënt hier heel erg mee aan het betrekken zijn. Het gaat echt nog vooral over intern. Over wat we intern in het ziekenhuis of in de zorg kunnen verduurzamen. Er is onlangs een onderzoek gedaan door een groep dat heet Gyna Goes Green. Dus dit was uit de gynaecologie. Of vrouwen het vervelend vinden om met een metalen eendenbek onderzocht te worden. Dus als je een vaginaal onderzoek krijgt, dan doen ze dat met een eendenbek. Die kan van metaal zijn of die kan van plastic zijn. Nou, dat geeft verschillende niveaus van comfort voor een vrouw. Kan je wel iets aan me voorstellen natuurlijk of dat metaal of plastic is. Nou, daar zijn ze nu onderzoek naar aan het doen. En de voorlopige resultaten zijn dat patiënten of dat vrouwen het wel iets vervelender vinden om inderdaad een metalen eendenbek als dat wordt gebruikt tijdens het onderzoek. Maar als je dan ook uitlegt wat voor voordelen dat heeft qua verduurzaming, dat ze er eigenlijk wel weer tegenover staan. Of positief tegenover staan. Want ja, zo'n onderzoek is sowieso vervelend. Dus of het nou iets minder vervelend of iets meer vervelend is, maakt dan ook niet zo heel erg veel uit. En als je dan nog je milieu-impact verlaagt, staan veel vrouwen daar toch wel voor open. Dus dat is een mooi voorbeeld van hoe patiënten echt direct erbij betrokken worden. Want metaal is te steriliseren en plastic niet of zo, dat wegwerp? Ja, precies. Dus de metalen die wordt gesteriliseerd, schoongemaakt en gesteriliseerd en daarna weer hergebruikt. En een plastic is voor eenmalig gebruik en wordt dus letterlijk één onderzoek gebruikt en dan weer weggegooid. Mm-hmm. Ik wist niet dat dat bestond. Ik heb het ooit één keer gehad met een spiraal te plaatsen, volgens mij. Mm-hmm. Is niet gevraagd of er een plastic kan maar niet. Nee, dus heel veel. Waarschijnlijk was dat bij de huisarts. Ja. Die hebben maar één type. Ja. Dus dat ligt eraan wat echt je. Bij gynaecologen. Ja. Ja, dus dit was bij gynaecologen inderdaad in het ziekenhuis. Maar uiteindelijk kan dat ook worden doorgevoerd naar de huisarts, natuurlijk. Ja, precies. Oh, oké. Okay. Ja. Mooi. En als je dus uitlegt aan mensen wat het voordeel ervan is, dan komt er ook bereidheid, begrijp ik. Ja, en gynaecologie is natuurlijk wel een mooi voorbeeld. Dat gaat natuurlijk vaak ook over jonge vrouwen. Nou ja, die zijn sowieso meer bezig met dit onderwerp. Dus als je dan tegen hen zegt van, hey, je kan je steentje bijdragen door die keuze te maken, wil je daarbij iets inleveren op comfort? En ze zeggen dan, dat is goed. Dat is natuurlijk dan weer een mooie winst eigenlijk. Ja, ja, mooi, mooi. En je zei net al een beetje, wat levert een zorginstelling dan op om te gaan vergroenen? Ja, ik denk heel veel. En ik denk ook dat je er niet meer omheen kan. We moeten dit allemaal gaan doen als maatschappij. En de zorg is daar een onderdeel van. Het wordt ook steeds meer duidelijk wat voor negatieve effecten klimaatverandering heeft op je gezondheid. Dus waar ik het al eerder over had, die paradox. De zorg creëert eigenlijk op die manier haar eigen patiënten. Ja, dat is gewoon niet houdbaar. Dat kan natuurlijk gewoon niet meer. Dus om als ziekenhuis jouw maatschappelijke functie te blijven vervullen, moet je wel werken aan verduurzaming. En waar ik het ook al eventjes over had, ook de financiële situatie, maar ook de werkgelegenheid of het aantrekken van nieuwe medewerkers kan juist ook enorm verbeteren door te doen aan verduurzaming. Je kan er juist kosten mee besparen. Maar je kan je ook profileren als aantrekkelijk werkgever. Als je zegt van nou, hier is ruimte om je aan de slag te gaan in een green team. Om zo je steentje bij te dragen. Ja, ik zie dat door steeds meer ziekenhuizen dat wordt ingezet om mensen, nieuwe mensen aan te trekken, om vacatures te vullen. Ja, het is nu ook gewoon een lokkertje. Ja, maar ja, met recht ook natuurlijk. Er is ook gewoon heel veel te verduurzamen. En enthousiaste mensen die daaraan willen bijdragen, die zijn natuurlijk altijd welkom. Ja, 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 ja. Oké, okay. En levert het, net is een mooi voorbeeld van die ene bek waar je het over hebt. Daar zeg je eigenlijk van ja, als je mensen uitlegt, vinden ze het prima om een stukje comfort in te leveren. Maar het levert dus eigenlijk, als we heel eerlijk zijn, de patiënt niet per se iets op. Maar levert het patiënten ook iets op als een zorginstelling gaat vergroenen? Hebben zij daar nog voordeel aan? Of het de patiënt wat oplevert. Ja, dus sowieso indirect natuurlijk met een groenere wereld. Ja, dat altijd natuurlijk. Levert die per definitie, moeten we, dat kan ook een antwoord zijn, hè? Dat we gewoon inderdaad een stukje comfort moeten gaan inleveren om deze stap te zetten. Nee, ik denk zeker niet dat je comfort hoeft in te leveren. Ik denk dat heel veel verduurzamingsslagen of verbeteringen juist ook het comfort verhogen. Bijvoorbeeld het voorbeeld over vervoer wat ik al gaf. Ja, en wat je net ook zei van die op één dag komen. Ja, precies. Dat is een voorbeeld van. Ja, mooi. Ja. Ja.
Dus ik denk dat het uiteindelijk voor iedereen wat oplevert. En het is, ja, tuurlijk verandering. De meeste mensen vinden dat niet leuk. Het is een nieuwe manier van zorg leveren of zorg ontvangen. Gelukkig wordt er in de opleiding, geneeskunde, verpleegkunde, dat soort opleidingen, wordt er ook steeds meer aandacht aan besteed. Om ook de nieuwe dokters en verpleegkundigen en andere zorgprofessionals op te leiden. Om eigenlijk al vanuit default duurzaam te werk te gaan. Dus over een aantal jaar zal het gewoon de normaalste zaak van de wereld zijn. Ja, denk je echt al zo snel? 10 jaar? 10 jaar? Is het de norm? Ja, de dokter die nu begint, die is natuurlijk pas klaar over 15 jaar of zo. En het zit nu nog niet eens in elk curriculum. Dus het gaat nog wel echt eventjes duren. Ja. Maar ja, het moment om ermee te beginnen is nu. Ja, 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 nee, dat is gisteren. Gisteren was het moment om ermee te beginnen. En tot slot, een beetje laaghangend fruit, om het nog een beetje praktisch te maken. Misschien leuk om hem zowel voor patiënten als voor, of nou ja, zorgvragers als voor zorgverleners. Wat is nou een paar dingen die je zo kan opzommen? Ik denk van, nou, dit kan jij morgen nog doen om verduurzaming in de zorg te bewerkstelligen. Ja. Ja, het is lastig om daar één antwoord op te geven, maar ik zou vooral aanraden om te kijken naar je eigen cirkel van invloed en dan te kijken op die thema's die ik noemde, dus energie, vervoer, voeding, afval en medicijnen. Waar heb ik nou invloed op? Ofwel persoonlijk vlak, of organisatievlak, of patiëntenvlak. En hoe kan ik daar dan aan bijdragen? Ja, om toch een praktisch voorbeeld te noemen, stel je kan afval scheiden op jouw locatie, let dan gewoon eventjes op dat je het echt goed doet. Of als je ziet dat het niet goed gebeurt op jouw locatie, zorg dan voor duidelijke posters of een soort moment dat iedereen daar een soort van scholing of een soort voorlichting over krijgt. Maar ben jij verantwoordelijk voor de catering van een evenement? Kies dan gewoon voor een vegetarische optie of voor carnivore, geef het door. Nou, het is moeilijk om echt één voorbeeld te geven wat iedereen kan doen, omdat al die beroepen natuurlijk zo verschillend zijn. Maar ik zou vooral willen aanraden om gewoon eens één dag heel bewust door een groene bril naar alle dingen die jij doet te kijken. Gewoon vanaf het moment dat je opstaat, naar je werk gaat. Hoe doe je dat? Wat neem je mee qua eten? Maar ook hoe zie jij je patiënten? Hoe ga je met patiënten om? Echt door een groene bril te kijken. En op die manier kleine stapjes te zetten om je eigen leven of werk te verduurzamen. Dus een valkuil is vaak dat mensen te veel in één keer willen, maar kies echt één klein dingetje uit en ga daarmee aan de slag. En als dat een succes is, kies je het volgende kleine dingetje uit. Volgens mij is dat de manier om uiteindelijk grote verandering te bereiken. Ja, net als bij leefstijl eigenlijk. Ja. Precies. Ja. Ja, en wat ik zelf op mensen altijd heel erg stimuleer, is echt gewoon vragen te gaan stellen. Je hoeft niet gelijk met een vinger te gaan wijzen, maar waarom doen we dit eigenlijk zo? En dat kan je zowel als zorgvrager als zorgverlener doen. Want als je de norm gaat bevragen, wordt het een keus. En tot die tijd zal je ook zien, dat is natuurlijk helemaal geen onwil. Het is gewoon, we doen het al zo lang zo. Precies. En dat vind ik wel een mooi voorbeeld. Je ziet dat dus bij heel erg veel studenten, co-assistenten die op veel verschillende plekken komen. Die zien in het ene ziekenhuis doen we de procedure zo en in het andere ziekenhuis zo. En die bevragen dat. En daar zijn dus nu mooie voorbeelden van procedures die dus nu echt zijn aangepast. Omdat zij inderdaad gewoon vroegen waarom. En dat kan je doen vanuit elke rol. Ja, 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 mooi. Had je nog iets wat je wilde toevoegen of iets wat je denkt van dat is niet benoemd? Dat wilde ik graag nog eventjes delen. Ik denk dat we hier nog uren over door kunnen praten, maar ik denk dat het voor nu goed is. Ja. Top. Nou, dan zal ik al jouw contactgegevens in de show notes zetten. En wil ik je heel erg bedanken voor het gesprek. Dankjewel. Ja, lieve luisteraar, als je dit hoort, dan ben je aan het einde van de aflevering. En hoop ik dat je heel erg veel geleerd hebt over waarom die zorg nou zo'n belangrijke factor is in het hele duurzaamheidsvraagstuk en hoe zij van onderdeel van het probleem kunnen switchen naar onderdeel van de oplossing. Else doet dat dus met haar Green Care Academy. Alle links naar haar bedrijf vind je in de show notes. En ik wil heel graag ook nog even zeggen dat ik zelf natuurlijk ook een nascholing verzorg. Voor diëtisten, artsen, maar ook zeker andere zorgverleners zijn welkom. Waarin je alles leert over volwaardig plantaardig eten. En waarom het zo belangrijk is dat we die switch gaan maken binnen de zorg. Want de voeding, het kwam natuurlijk ook aan bod tijdens de podcast, is zo'n belangrijke factor binnen de zorg, überhaupt binnen het leven, maar ook binnen de zorg, om echt die groene afslag te gaan maken en impact te gaan maken.
direct, simpelweg omdat plantaardige voeding een vele malen lagere impact heeft, maar ook indirect omdat het bijdraagt aan de lange termijn gezondheid van mensen, waardoor er gewoon minder vraag zal zijn naar zorg. De eerstvolgende editie is 27 oktober in Den Bosch en je kan je hiervoor nog aanmelden. Er zijn nog een paar plekjes beschikbaar. Ook hiervan vind je een link in de show notes. Ik wil je weer heel erg bedanken voor het luisteren. Abonneer je op deze podcast, zodat je geen enkele aflevering hoeft te missen. En dan zie ik je weer heel graag tijdens de volgende aflevering.